hè. Ja, vond ik dat eigenlijk niet erg, hè. Ik wou zelfs meer zijn. Als ze niet stemden in Frans Blok, ik kreeg ze en hebben er mullen. Ik heb misschien ooit gestemd in Frans Blok, maar ik stond nog wel op de liste, hè. Ja, moet wat doen aan je hand opstoot, hè, joh. Het was niet voor dat programma van Frans Blok, hè. Want dat programma van Frans Blok, weet ik niet wie dat er daar schreef, hè. Onveiligheid. En Hens hier. Zoals dat ik dat toen woonde en avond en ik heb zijn mullen over of het gebeurde aan een kloot, hè. Ja, dat was geamuseerd. Wat ik voor een voorbeeld te geven. Heb een zwoele zomer gehoomd, heb de Muiden. Ik kon zo met een sofa naar binnen komen voor mijn garage. Hè? Een beetje kijken of de Turkse mokjes dan passeren. Hè? Een pintje aan het chaflet, je kent dat wel. En om het in het appartementje nevens mij was er zo'n koppelke entrezement. Kijk je dat? En zie me niet meer. Mok zie ik je wel nog heen. Baba niet. Zie me niet meer. Niet één drank aan, noem ik dat. Nu, in ieder geval, die vent begint erom met een keer te roepen. Zo van, je ziet me niet meer. Ik ga springen. Ik zei, Freddy, man, het is nog geen honkie, niet. En ik ga zo gaan kijken. En inderdaad, na de dag door zo te spartelen, geleden een polink aan de vensterbank van het tweede verdieping. Zo van, help me, help me. Ik luidde dat dan wel. En je raakte er mee binnen, niet. Nu, ik, hoe met ik, in een vlag van genialiteit, ik loop naar mijn sofa, pak mijn sofa en ik scoef hem tot onder die vensterbank. En ik zei, laat je maar vol, ventje. Landen laat hem daar vallen, vlieten door inderdaad uit mijn sofa, maar vlieten door zo met een trampoline-effect tot aan de overkant van de straat en recht tegen mijn auto. Ja, ik van eens door direct naartoe, de situatie aan eens kap. Heb het eerst gezegd, het zat er niet erg uit. Allee, tot dan niet naar mijn spiegels. Kijk op het dak van mijn auto. Zo en schreef in mijn auto. Ja, ik van een naar die gast, hè. Die gast loopt een beetje verder zo, met zijn hoofd in de auto zo. En hij zo tegen hem. En toen vind je, wie had er dat hier beton? Die gast. Zou ik echt, vind je? Zie een tongen kwijt of wat? Wie had er dat hier beton, vraag ik jou. Hé, hey, bof, raad je hem op zijn moeilijk. Allee, ho. Ja, ik weet niet waarom dat je applaudisseert. Achteraf gezien vond ik dat toch niet zo sportief van mezelf. Ja, moet wel beseft, mensen. Twee weken later kwam mijn auto aan het kusten. En ik vind zo op de achterbank van mijn auto een stukje vlees. Ik zei, godverdomme, dat had die viandellen zijn van gisteren dat niet meer vonden zijn. Hij kon een klein hongerke. Ik zou dat gewoon nog goed zien, zie je. Ik steek dat in mijn mullen. Godverdomme, een ander zijn tong in mijn mullen vinden. Maar piercing en al, hè. Ja, op dat moment wist ik dat ook niet, hè. Dus ik bof nog een op zijn mullen. Bof nog een. Nu, voor een lang verhaal, korte man. 20 minuten erachter. Ik sta door een hoos aan te tasten en dan in zijn mullen, eigenlijk. En de ambulanciers komen toe. En de ambulanciers tegen hij van, en toen, wat is dat hier allemaal? Ik zei, ja, je hebt schreven mijn auto getrokken. Ja, en toen? Ik zei, ja. Ik zei, je wilde geen plaat komen van Troe Kruis. Heb die ambulanciers ook bij een test en dan ze mullen vindt. Uit. 5 minuten erachter. 5 minuten erachter. De vleen komt toe. En de vleen van een tegen weer. En toen me kan hier allemaal. En die ambulanciers, je wilde geen plaat kopen van Troe Kruis. En die flik, ja, en toen. Ik zei, ja, meneer de agent. Het betreft hier wel seropositieve Senegalees zonder papieren. Die niet terug wil naar zijn land. Heb die vleen ook bij hen daar stemmen onder zijn mullen. Vond dat waar, hoor, wat toch in een eer. In mijn moment, ik stoppen zo met de dasten en dan zijn mullen, ik zeg, meesten, het is gewoon een west. Ik was naar haken hand. Toen even naar mijn sofa aan zitten, een beetje gekeken, want dan zit het duur om te worden.
oude kluiten. Hé, hey, gewoon al wat kluiten zo, hé. Een van die kluiten zo. Kon ik het wel aan tegen Hilder, weet je Hilder, besef je Hilder eigenlijk wel, wat ik hier nu juist vertelde, dat dat niet echt de kluiten dat ik ooit vertelde op een podium. Dat materiaal moet verzeer 13 jaar oud zijn.